Stijn, NAC wint met 1-0 van FC Dordrecht. Dat is positief, de 3 punten. Maar het was een lastige wedstrijd, denk ik, hè, voor jouw ploeg. Ja, ook een moeilijke tegenstander. Hè. Goed vanuit de organisatie. Dan moet je een beetje geluk hebben dat je kansen afmaakt. Ik denk dat wij genoeg kans hebben gehad om de wedstrijd sneller te beslissen. Onze keeper maakt een eerste redding in de 88ste minuut. Wij 2 buitenspeldoelpunten. Nogmaals, kansen gehad om de wedstrijd vroeger te beslissen. En dat is het enige wat mij een beetje negatief vindt. We moeten leren sneller de wedstrijden te beslissen, want daar waren de mogelijkheden voor. Daar was de gelegenheid voor. Ik heb wel strijd gezien van mijn ploeg tot de laatste seconden. Ze hebben het resultaat over de streep getrokken. Dat vroeg ik ook na Den Bosch, dus ik heb de reactie absoluut als positief ervaren. Ja, het voetbal was nog niet het beste wat NAC misschien kan laten zien. Maar inderdaad, dat er strijd was, dat moet je goed doen. Hè? Want daar was jij vorige week een beetje pissig over. Ja. Afgelopen vrijdag. Absoluut. We hebben ook nog niet de ploeg die de 90 minuten voetbaltechnisch de tegenstander kan domineren. Daar zullen we hopelijk naartoe gaan. Maar als het met niet lukt, al voetballend, dan moet je strijd leveren. En wij hebben momenten heel goed gevoetbald. Bij momenten waren we te nerveus. En alsnog hebben wij op mentaliteit en karakter de overwinning over streep getrokken. Dus prima avond. NAC begon uitstekend. Hè? Al in de 4e minuut een doelpunt van Manu Garcia. Een heerlijke speler overigens. Maar dat eventjes tussen haakjes. Ja, maar daarna was het eigenlijk niet zoveel meer. Hè? Ik denk dat jullie toch wat moeite hadden met Dordrecht dat behoorlijk inzakte. Ja, dat is ook moeilijk. Hè? Ik bedoel, het is altijd de moeilijkste wedstrijd met een tegenstander die eigenlijk komt om niet te voetballen en te loeren op dat ene kantje. En dan moet je voetbaltechnisch heel goed zijn, heel dominant zijn. En dan moet je vooral de kansen die je krijgt moet je afmaken. Hè. Als die 0-2 of die 2-0 valt. Vlak voor rust? Daar kregen wij wel de kansen voor. Je doet het afgekeurd, hè? Dat moet ik even erbij zeggen. Ja. Ook. En Cyril kreeg een aantal momenten waar hij misschien net iets meer kon mee doen. Zolang het 1-0 blijft, blijft het een wedstrijd. En dan is het nog bibberen, dus dat is absoluut nog wel een leermoment. Maar je weet natuurlijk, als je NAC bent en tegenstanders komen hier, ja, die zakken hierin, hè, die komen hier niet om lekker vrolijk te voetballen. Nee, maar goed, dat is een goed recht ook, daar klag ik ook. Maar dan moet je, nee, inderdaad, maar daar moet je natuurlijk wel op instellen, hè, als ploeg zijn, als trainer zijn. Ja, absoluut, maar goed, en dan gaat het wel over kwaliteit aan de bal, hele korte ruimtes. En ik zeg, dat hebben we op momenten heel goed gedaan, maar daar zijn wij nog niet klaar voor op het moment om dat 90 minuten vol te houden. Het is lastig om 90 minuten tegenstander af te jagen, dat houdt geen enkel ploeg bijna vol. Nee, dat klopt, en wij zitten wat dat betreft ook nog in een leerproces, dus dat is ook geen schande, maar dat is wel de realiteit. Ja, dat proces, daar praten we hier trouwens niet graag over, processen, want NAC zit al jaren in een proces. Maar afgezien daarvan, het is natuurlijk belangrijk dat NAC straks in die na-competitie, in die play-offs, een geoliede machine is. Is dat het doel wat jij voor ogen hebt? Ja, absoluut. Wij moeten week na week verbeteren. Onze afspraken en onze kwaliteit moet elke week omhoog gaan. Om straks, als het echt om de prijzen gaat, er te staan. Even wat opvallend was. We keken voor de wedstrijd naar het wedstrijdformulier en daar stond de pas gehaalde spits, Jari Oosterwijk, niet op. Wat is er gebeurd? Ja, hij heeft zeer teleurgesteld gereageerd op zijn niet-basisplaats vandaag. Daar hadden we dan even een andere mening over. Ik vind dat bij NAC Breda telt alleen het wijgevoel. Alleen de club en de ploeg is het belangrijkste. Morgen hebben we daar een goed gesprek over. Maar hij vond dat hij wel in de basis thuis hoorde. Ja, maar net zoals heel veel spelers die niet in de basis starten. En dat mag ook, dat moet ook. Je moet niet blij zijn als je... Maar goed, je moet wel de normen en waarden van de club hoog in het vaandel. Heeft hij die overschreden bij die ruzie die jullie daarna kregen? Nee, goed, hij was het er niet mee eens. En nogmaals, dat mag. Goed, de manier waarop is belangrijk. En ik had daar geen goed gevoel bij. En morgen gaan we gewoon rond de tafel zitten. Ik hoef natuurlijk niet te weten wat hij letterlijk gezegd heeft, maar hij is over de schreef gegaan, begrijp ik. Ik zeg, hij heeft teleurgesteld gereageerd op zijn niet-basisplaats. Ja, maar dat kan, hè. Ik bedoel, je hebt natuurlijk het verschil tussen teleurgesteld zijn en boos zijn of uit de bocht vliegen. Ja. En dat laatste is gebeurd? Hij is uit de bocht gevlogen? Nee, dat zeg ik helemaal niet. We waren het niet eens en ik vond zijn reactie niet top. Het is een jonge jongen die fouten mag maken. Ik hoop dat een leermoment is voor hem en morgen gaan we erover zitten. Ja, je zegt met andere woorden, je hebt hem eventjes kort aan het lijntje gehouden en morgen dan zijn er weer nieuwe kansen. Hij ligt in ieder geval niet uit de gratie. Morgen gaan we gewoon rustig samen zitten en een goed gesprek voeren.
Wat mij verder opviel is jouw aanvoerder. O'Neill was aanvoerder vandaag. En niet bijvoorbeeld Dessers, die altijd de tweede aanvoerder was achter Haarmouts. Haarmouts geblesseerd. Hoe zit dat? Ik vond dat Cyril zich moet focussen op de afspraken die wij maken. Geen energie steken, andere jongens niet in het groepsgebeuren. Hij moet zich focussen op wat hij goed kan, op zijn taken. En daar, dat vind ik genoeg voor Cyril. Shane O'Neill is een natuurlijke leider, net zoals wij er veel hebben met een Tocco, met Brondeel, noem maar op. Dus ik vond dat een goede keuze. Ja, ik kan me voorstellen dat je hem als aanvoerder kiest. Hè? Ik bedoel, het is een sterke jongen, maar hij is natuurlijk geen Nederlands sprekend. Niet Nederlands sprekend. Nee, maar dat is ook totaal... Dat maakt niet uit. Nee, dat is totaal niet belangrijk. Hoe reageerde Dessers? Want ja, dat is toch iets wat je misschien dus aanhalingstekens van hem afpakt, hè? Dat tweede aanvoederschap. Hij reageerde prima als een grote jongen, als een professioneel. En hij heeft zijn wedstrijd gespeeld.